Welkom bij de agenda van vrijdag 25 september. In Apeldoorn moeten 400 vluchtelingen hals over kop verhuizen. Ze werden sinds begin deze maand opgevangen in de Amerika-hal, maar die is nu ergens anders voor nodig. De hal is elk jaar locatie van een grote bakkers- en taartenbeurs. En dat leek de gemeente even vergeten. De beurs is volgend weekend, maar er moet nog een hoop verbouwd worden. De vluchtelingen uit Syrië, Eritrea, Iran en Irak krijgen nu een nieuwe plek op de naastgelegen skielerbaan. En daar worden nu grote tenten neergezet. En wat gebeurt er nog meer? Het bestuur van het failliete Imtech stapt vrijdag op. En dat besluit komt kort nadat beleggersvereniging VEB bestuurders en toezichthouders van de technisch dienstverlener aansprakelijk stelde voor de schade van aandeelhouders. En de echte fans liggen al uren voor de deur van de winkel te wachten op de nieuwe iPhone 6S. Die telefoon is vanaf vrijdag in 12 landen te koop, waaronder Frankrijk en Duitsland. En Nederland is volgende week aan de beurt. En Max Verstappen komt weer in actie. De Grand Prix in Japan is dit weekend en vrijdag zijn de eerste trainingen. En hopelijk gaat het beter dan vorige week, want toen bleef zijn auto stilstaan bij de start. Uiteindelijk werd Max toch nog achtste. U krijgt tot slot nog het weer van mij. In de ochtend zon, in de middag meer bewolking en hier en daar kans op een buitje. Het is een graad of 17. Dit was de agenda. Dag!